Ja, we zijn hier op de Stadspoli. Dit is de omgeving waarin mensen worden doorverwezen door een huisarts of orthopeed, specialist. En hier worden dan ook de intakes afgenomen met de mensen die naar ons worden doorverwezen. De mensen maken een afspraak bij de assistenten aan de balie. Er wordt een intake met ons ingepland. Wij sluiten hier aan voor het intake. En daarin gaan we een paar testjes afnemen, motivatievragenlijst, een paar kennismakingsvragen. En dan aan de hand van de behoeftepeiling maken we afspraken met desbetreffende patiënt. Aan de hand daarvan gaan we kijken naar of small group of beweeggroepen, afhankelijk van de beginfase van de deelnemer. Een small group is een groep voor mensen die nog wat meer begeleiding nodig hebben in het begin. Dat is een groep van 6 tot 8 mensen ongeveer onder leiding van mij of een van mijn collega's. Iedere week gaan wij maximaal 2 keer aan de slag met kracht en conditie, afhankelijk van de persoonlijke doelen. Bij de grotere beweeggroepen zijn mensen dus al wat meer in staat om zelfstandig te bewegen. Daar kunnen ze deelnemen aan buitengewoon fit, jeu de boule, bodytraining, badminton. Zo gek kun je het niet verzinnen. En daarnaast worden ze wekelijks gebeld voor de e-coaching. Mijn collega's en ik, wij bellen dan iedere week eventjes op om te vragen hoe het gaat. Heb je nog hulp nodig? En waar kunnen wij bijsturen? Ja, na 12 weken komt een deelnemer bij ons terug voor het evaluatiegesprek. Daarin herhalen we de fysieke testjes van het intakegesprek en de motivatievragenlijst. En aan de hand daarvan gaan we kijken naar wat is de behoefte voor het vervolg. Dan hebben wij regulier aanbod binnen Maastricht Sport, zo'n plusminus 90 groepen, die ervoor zorgen dat er voor ieder wat wils is. Of als mensen zeggen van, god, ik wil toch liever zelf aan de slag, kunnen ze door naar een fitnesscentrum of bij een fysiotherapeut of iets dergelijks. Daarnaast koppelen wij altijd terug naar de doorverwijzende partner. Dus mocht de orthopeed nou zelf willen weten van, god, hoe is het nou gegaan? Dan koppelen wij altijd eventjes terug hoe die gesprekken verlopen zijn, waar de deelnemer naartoe gaat en zorgen ze dat ze ook lekker op de hoogte blijven. Ons beweegbewust programma is speciaal ontwikkeld voor mensen die niet mee kunnen met het reguliere aanbod, zij dat door medische klachten of door andere dingen die hen belemmeren. En wij merken dat mensen hier echt een veilige sociale omgeving vinden waarin er aandacht is voor de medische klachten, ruimte wordt geboden aan de eigen behoeften, aan de eigen doelen en dat mensen ze gewoon in een prettige manier aan de slag kunnen met hun eigen fysieke gezondheid. Dus ik kan het iedereen aanraden.